Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schraaf en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 71. Ronde nummer 7 van seizoen 5 gaat dus beginnen. We moeten een aantal sponsoren gaan vernieuwen. Eentje eigenlijk is het. Kan je ook zien midden in het scherm. Wauw! Maar goed, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, dan zal ik dat zeker weten even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race en video meer van mij mist. We staan lekker met de Research and Development Progress. Hebben Ferrari dus genaderd. En er komen een aantal sterke updates naar voren. De vorige race wonnen wij en pakten we weer een 1-2'tje. Verstappen werd dit keer tweede, dus hopen dat we dat deze race kunnen herhalen. Tot nu toe in alle grote prijzen een podiumplek gepakt. Dat is goed om te zien. Gaan de sponsor gewoon vernieuwen. En er komen een aantal updates binnen, jazeker. Dat is goed om te zien. Allemaal zijn die geslaagd, dus dat is heel goed om te zien. Waarom? Je wilt namelijk niet opnieuw research and development punten gaan verspelen aan updates. Ja, dus gelijk er doorheen en dat is altijd beter. Do not fuck the fish! Sainz is dus de rivaliteit. Goed gedaan. En staan dus eerste bij de vehicle performance comparison. Goed hoor. Zijn dus nu de snelste man van de baan. Dat had u echt niet verwacht. Er komen 3 flinke updates aan. En is het tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 71. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. En het begint niet zo mooi. Waarom? We hebben een brandstofsysteemfout. Dat betekent een minuutje ongeveer in de auto blijven zitten. En dan is dat probleem gelukkig opgelost. En zijn we naar buiten voor onze eerste run in Q1. Kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Ik denk gewoon van wel, dat gaat gewoon goed komen. Eerste bocht nemen wij heel erg goed. Einde van mijn eerste run in Q1 met groen in sector 1 en 2 daar een klein beetje te wijd. En hier ook weer te wijd. En dan laten wij een tijd noteren van een 1.4660, de snelste tijd in Q1. Goed gedaan. Dan is dat inmiddels een P3 geworden. En nog ongeveer 3 minuten 40 op de klok. En kijken of wij ons weer kunnen gaan verbeteren. We liezen wat tijd uitkomen. Bocht nummer 1. Dus dat is wel jammer. Rood in sector 1 dus. Groen in sector 2. Ook groen in sector 3. En dat is een P2 met een 1.4477. Hopelijk kan het nog wat sneller. We zetten groen in sector 1 neer. En dan zijn we aanbeland bij Q2. Als iedereen naar buiten gaat voor zijn tweede run. Wij doen het maar met 1 run. Daar iets te wijd. En dat was volgens mij Ocon die daar even op de rem ging staan. Komen we daar aan bij Verstappen die ons voorbij moet laten. En dat doet hij heel erg goed. En dan de laatste bocht weer te wijd. DRS geopend en dat is P4 met een 1.3800. Oh, dat was Q3. Dan weet ik niet wat er met Q2 is gebeurd, maar blijkbaar is er iets misgegaan met de opname. Max is op pol, Albon naar 2, Leclerc 3 en wij dus op P4 op ruim 2/10 van Max. Geeft niks, want er komt een sprintrace aan en kijken of we die kunnen gaan winnen. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 71. Laten we beginnen.
So it is all about speed in today's sprint. Not very many laps and no chance to get ahead on strategy. Who here today has the raw skill to take them to the top? Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. World champion Max Verstappen starts from pole position, and Alex Albon lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, the Professor, Carlos Sainz, and Norris, Ocon, Gasly, Tsunoda, and Fernando Alonso, Russell, Perez, Nicholas Latifi, and Magnussen, Mick Schumacher, Teo Pourchaire, Oscar Piastri, and Daniel Tictum, Joe, Richard Vachon, Stroll, and Robert Schwartzman. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Okay, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. We moeten dus opnieuw een top 10 finish zien te behalen in deze sprintrace. Kijken of dat ook gaat gebeuren. Starten op de vierde positie. Max heeft pole gepakt. Alexander Albon op P2. Charles Leclerc op P3. Geen stopper. Een medium band strategie gaan we doen. Nemen extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. De formatieronde is inmiddels onderweg. Nou, we moeten de motor dus koel zien te houden. Niet te veel met de refs gaan spelen. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 71 hier in de sprint. Albon en Verstappen zijn in elkaar gereden. En wij komen heel erg goed in onze gridpositie terecht. 0,2 meter ervan af op het randje. En als iedereen in zijn gridslot is, dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 71 hier. De sprint in Oostenrijk gaat dus beginnen met Max Verstappen op pole position. Wij dus op de vierde plek. De lampen gaan aan voor deze 12 durende race. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen prima weg. Beter dan Leclerc, ook beter dan Albon, beter dan Verstappen. Maar kunnen hier nergens naartoe zitten. Klem tussen die twee. Jammer, maar helaas. Albon gooit ermee zijn exit en wij kunnen aansluiten bij de Britse timer. Maar die heeft hier betere vermogen, een betere exit, betere topsnelheid. En wij gaan daar een aanval wagen bij die twee. Ook Max is de sigaar. En het is de leiding veroverd in de eerste ronde van de race. Goed gedaan. Nu is het proberen weg te rijden van de rest van het veld. Max zit al te kijken bij ons. Gat is 2/10. Maar kan er niet langs. En dan zitten we in ronde nummer 2 als wij de snelste raceronde hebben genoteerd met een 1:10.8.2.4. Max zit te kijken naar de binnenkant, maar dat lukt niet. We gaan daar wel een klein beetje wijd. En gaan ons verbeteren naar een 1:06.7.8.2. De snelste raceronde tot nu toe. DRS is beschikbaar gesteld en dus kan Max hier zometeen met die achtervleugel een aantal kilometer per uur harder rijden dan ons. Met de ERS, met de snelle auto. Dan verwacht je wel dat Max zometeen echt gaat aanvallen. Kan er nog niet langs Verstappen. Probeert het daar wel aan de binnenkant, maar lukt net niet. Uitkomen exit hebben wij een betere exit dus. Max kan hier kijken naar de buitenkant. Maar het blijft alleen maar bij kijken. Geel in dezelfde sector, omdat daar iemand gaat stilvallen. Volgens mij is dat Lando Norris. Max kan er hier ook niet voorbij. Jazeker, Lando Norris uitgevallen in de sprint. Moet dus helemaal van achteraan starten. En dat is pijnlijk voor het team van Red Bull. Ronde nummer 4 is het, als Max het misschien daar probeert. Wij blokkeren hem stevig. Want het mag allemaal. Sainz en Leclerc knokken voor P4. Ferrari niet op het podium.
Albon dus wel op het podium, doet hij goed en Max kijkt naar de binnenkant, is er voorbij. Maar verpest daarmee zijn apex en wij kunnen terug kruisen bij de landgenoot. En dat is nog steeds P1, goed gedaan. Rood in sector 1 en 2. Gat naar Max is 19e, wordt nu een seconde. Onder nummer 6 is het als het gat naar Max inmiddels is teruggelopen tot 17e ongeveer. Wij gooien de ERS nog niet aan, gaan in besparingsstand. Max kan er misschien van profiteren, probeert het daar wel aan de buitenkant, maar dat lukt niet. Buitenkant moet je daar nooit kiezen, dat gaat nou eenmaal niet. Nog steeds in de zesde ronde van de race, nog steeds het gat is 18e ongeveer. En we zitten alweer in de laatste ronde van de race. Als wij hier de sprint gaan winnen, jazeker, met Max op P2 pakken wij hier de volle buit in de sprint. Goed gedaan. En wij starten ook op pole position. Max op P2. Leclerc start dus op P3. Albon stelt teleur, een vierde plek voor hem. Maar wij winnen hier de sprint, pakken de volledige punten als team en starten op pole position. Sergio Perez krijgt driver of the day. Verdient, denk ik. Uitslag van de sprint. Wij dus winnaar. Max P2. Leclerc 3. Albon 4. Sainz 5. Perez 6. Alonso 7. En Esteban Ocon pakt dat laatste punt. Hebben het goed gedaan. En twee uitvallers. Lando Norris en Theo Poortje. En Perez sowieso drive of the day. Kwam van P12. Is naar P6 gereden. Klassement. 53 punten verschil na Leclerc en Max nadert Charles Leclerc voor P2 in het coureurskampioenschap. Jazeker. En constructeurs is ook allemaal goed. En dan is het tijd voor de hoofdrace voor aflevering nummer 71. Daar gaan we dan. This is it then. Race day in Spielberg for this year's Austrian Grand Prix. Not long to go before our drivers hurtle off the line and into the first turn. The Niki Lauda curve, as it was renamed in 2019 in memory of one of Formula One's most beloved figures. It's one of the shortest laps on the calendar today then, with 7 rights and just 3 lefts making up the 10 corners of this high-speed circuit. Turn 2 is barely a corner at all. They'll be flat out through there, a left-hand kink into the uphill braking zone of Turn 3. Turns 1, 3 and 4 are all potential opportunities to overtake. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Leclerc, Albon, Carlos Sainz, and Perez. Fernando Alonso, Ocon, Gasly, and George Russell. Latifi, Mick Schumacher, Daniel Tictum, and Magnussen. Tsunoda, they've taken a grid penalty. Joe, Oscar Piastri, and Lance Stroll. Richard Vershaw, Schwartzman, Norris, and Theo Pourchaire. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Stel me niet teleur, zegt de ingenieur. We moeten hier gewoon naar de overwinning zien toe te rijden. Daar ben ik nu al van mening dat dat gewoon moet gaan gebeuren. Met Verstappen naast ons op de tweede plek. Het blijft gelukkig droog in de race. Dus geen regen verwacht en voorspeld. Dat is goed om te zien. Daardoor kunnen wij eigenlijk gewoon wegrijden van de rest van het veld. En dat zo hoort het namelijk ook. Want we zijn gewoon de dominantste wagen op dit moment. En het is nog even misschien de strategie even aanpassen naar bijvoorbeeld wat extra of wat minder brandstof. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 71. De formatieronde gaat dus zometeen beginnen. 36 rondes lang. Racen. Een hele lange wedstrijd. En kijken wat we kunnen gaan doen. Ik denk dat bijna iedereen op die medium band begint. En komen heel goed weg, jazeker.
banden en remmen gewoon opwarmen zoals het hoort en zoals ze moeten worden opgewarmd. En dan komen we aan bij de startprocedure. Wij dus op pole position, Verstappen op P2, Leclerc op 3, Albon 4, Sainz 5 en wij komen heel erg goed in de gridslot terecht. Jazeker, nu is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan de lampen aan voor de grote prijs. We staan een beetje naar de rechterkant om Max af te schermen als dat kan. En dan gaan we erom beginnen voor aflevering nummer 71 van F1 22. My Team Cremo, de sprint hebben we gehad. Nu is het op aan de hoofdrace. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Oostenrijk. En ze zijn uit en we zijn onderweg. Komen prima weg. Jazeker, Max al gelijk geblokkeerd en kan er niet langs. Sainz en Leclerc hebben een uitstekende goede start. Leclerc naar 2, Sainz naar 4. Heeft Albon al te grazen genomen. En nu moeten wij wegrijden van de rest van het veld. Max niet lekker weggekomen in de grote prijs. Paars in sector 1, dat is logisch. Het gat naar Leclerc is 16e ongeveer. Moeten alleen maar worden vergroot deze race. Het gat naar Max is inmiddels opgelopen tot 19e. Zit aan de goede kant. Ronde nummer 7 is het, want er is niet zoveel gebeurd in de wedstrijd. Als we daar een klein foutje maken. En dat ziet Leclerc. Kan hij ervan profiteren? Kijk naar de binnenkant. Is er voorbij. Maar remmen hier heel laat. Via de buitenkant. Toch weer mooi teruggenomen. En Leclerc daar afgeknepen. En zo pakken wij de leiding weer terug in ronde nummer 7. Jazeker, goed gedaan. Gaan we een klein beetje wijd. Dat ziet Leclerc, maar kan er niet van profiteren met rood in sector 1 en 2. Dus dat is niet zo fijn voor ons. Leclerc heeft zometeen ook DRS. En wij gaan in besparingsstand. Richard Verschoor is al heel vroeg naar binnen gedoken. En rijdt helemaal achteraan. En dan zitten we in ronde nummer 8 van de race. En Verstappen zit bij Leclerc te kijken voor P2. Dat betekent dat Max nu naar de tweede plek is. Jazeker, heeft Leclerc ingehaald. En dat gat is nu opgelopen tot 1.6. Alhoewel Leclerc geeft niet op en knokt zich gewoon terug. Daardoor kunnen wij wegrijden van de 2. Ronde nummer 13 is het als we daar Richard Verschoor hebben. Is hij dan nog een keer naar binnen gedoken? Is Verschoor nog een keer naar binnen gedoken voor een pitstop? Volgens mij wel. En hij rijdt volgens mij op de harde band of de medium band. Ik weet het niet zeker. Hij heeft trouwens wel blauwe vlaggen, dus moet ons voorbij laten. We kunnen zo meteen even kijken op welke band Verschoor rijdt. De harde compound. Interessant. Gaat naar Max is 5.3. Wordt al groter. In ronde nummer 18 is iedereen al naar binnen gedoken voor zijn harde band. En dat doen wij dus nu. We gaan de overcut proberen op Max. Maar ik denk wel dat dat goed gaat komen met 24,2 seconden voorsprong. Pitstop duurt hij ongeveer 21 seconden. En Verschoor komt gewoon weer voor ons de baan op. Moet ons zometeen weer voorbij laten. Prima pitstop 2.4. Jammer dat de versnelling wat bleef haken. Max komt nu bij start-finish. En we blijven gewoon voor de landgenoot. Jazeker. Een uitstekende strategie tot nu toe. In ronde nummer 19 zitten over de helft van de grote prijs. Dus dat doen we goed. Nu is het vooral banden op temperatuur rijden. Remmen op temperatuur remmen. En zorgen voor niet te veel wielspin. Het gat is 4.3 naar Max. Moet zometeen worden vergroot. En daar hebben wij weer Richard Verschoor. In ronde nummer 21 moet voor ons weer aan de kant. En hebben DRS. En gaan profiteren van de slipstream. Maar verbeter ons niet. En daar is Verschoor voor de tweede keer gelapt in de grote prijs. Pijnlijk voor mijn voormalige teamgenoot. Enigste uitblinker was dat hij in zijn allereerste race meteen een podiumplek voor ons pakte in Bahrein in seizoen 2.
Nu rijdt hij voor Aston Martin en rijdt hij helemaal achteraan. Zo snel kunnen dingen gebeuren. Zit in ronde nummer 29 als het geel is in sector 3. Omdat daar een Mercedes stilvalt. Dat is volgens mij Dan Ticktum. Die uit gaat vallen. Rijdt nog wel even door. Zie ik. Wij komen zo meteen ook blauwe vlaggen tegen van een Alfa Romeo en een Williams rijder. En Dan Ticktum parkeert hem bij de laatste bocht. Jazeker, daar zet hij hem stil. Gat naar Max is 3,1 seconde. Naar Perez inmiddels 15 seconden. En tikt hem dus uitgevallen in de wedstrijd. 1 uitvallen dus. Gaat gewoon nog steeds de goede kant op. Ronde nummer 30 is het. Nog 6 rondes te gaan. Als wij achterblijvers gaan tegenkomen. Van onder andere denk ik Zhou. Magnussen. Wie nog meer? Schwarzman. Als ik dat goed zeg. Alles ziet er goed uit van de banden. Maak je geen zorgen. En Schwarzman is de eerste die ook wordt gelapt in de grote prijs. Moet ons voorbij zien te laten zo snel mogelijk. En zet een groen in sector 1 neer. Jazeker, doen we goed. Ook groen in sector 2. Omdat we slipstream krijgen van de Rus. En Schwarzman is daar dan gepasseerd voor een ronde. Ook is dat... Wie was dat eigenlijk? Magnussen volgens mij. Gaat er een klein beetje wijd, maar het is geen probleem. En dan laten wij een 1-6-2 noteren. Een paar duizenden langzamer. En dit is Wang Yuzhou in de Haas. Gaat ons ook voorbij laten. Hopelijk zo snel mogelijk. Jazeker, doet hij goed. Probeert hij nog wel terug aan te vallen, alleen dat zou ik niet doen. En dan zitten we alweer in de laatste ronde van de race gehad. Naar Max is 5,3. We gaan hier een beetje wijd. En dat betekent een tijdstraf van 3 seconden. En dit is toch wel wat anders, want Max begint nu dat gat te verkleinen met 4,8. 4,7. Dat gat wordt in één keer kleiner. Nu Max in één keer ziet dat ik een tijdstraf heb. 4,3, 4,2. Wij gooien de overtekenop aan. We hebben een heel ERS over, zie ik. Daar weer een track limit waarschuwing. 4,1 is het. En hebben helaas geen ERS. Die kunnen we niet gebruiken. Raar, want we hebben 100%. 3,8. 3,6. 3,5. 3,4. 3,3. 3,2. Wordt dat nog close? Dat wordt nog close. 3,1. Maar wij winnen gewoon nog de wedstrijd. Ondanks die tijdstraf. Goed gedaan. Pakken weer een 1-2'tje. In de sprint en in de hoofdrace. Goed gedaan, dus op naar de volgende wedstrijd. A fantastic team effort then to secure victory here in the Styrian Alps. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Nou, hier ben dan dus de uitslag van het weekend. Wij winnen dus de sprintrace, de hoofdrace en pakken het snelste race-tonderpunt. Max wordt tweede in de sprint, wordt ook tweede in de hoofdrace. Dat betekent dat wij als team de volledige scoren hebben binnengehaald. Goed gedaan. Perez dus derde in de hoofdrace. Albon vierde, Sainz vijfde.
Ocon 6, Gasly 7, Russell 8, Norris 9 en Alonso pakt het laatste punt voor Alpine. Leclerc 11e helaas, 1 uitvallig, Dan tikt hem. Klassement, Max pakt Leclerc. 69 punten verschil van Max naar mij, dus dat doen we goed, jazeker. Extreem goed. 118 punten verschil naar Ferrari, dus staan we daar ook extreem goed voor. Hier ben dan dus de rivaliteit breakdown plus 5 voor mij plus 2 voor Sainz, wat betekent 7 tegenover 3. Doen we ook goed. Het teamacclaim is nog steeds hetzelfde gebleven, niemand stijgt en niemand daalt. Dus dat is ook goed om te zien. Alles is gewoon goed om te zien, jazeker. Het cash is gewoon van alle sponsoren binnengehaald. $1,18 miljoen erbij. Helaas heb ik geen inkomen binnengehaald. Max verliest $15.000, $35.000 erbij. In totaal $24,78 miljoen op de bank. Dus kunnen we daar wat van faciliteiten van gaan bestellen. Dat betekent dat er nog meer updates kunnen worden behaald met de auto. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me of je dit leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F122. My Team Carrément content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Janan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.